Ik draag geen schoenen. Mooie plant. Nee. Yo, wat op gasten? Nou, dat is lang geleden of niet dan? Je ziet het aan mij, ik ben behoorlijk brak. Ik heb me verslapen tot 3:30 middags. En ik mezelf maar afvragen waarom mensen mij op Snorlax vinden lijken. Maar jongens, geen zorgen, ik ben weer terug. De vakantie is nu voorbij en oh mijn god. Wat was mijn vakantie ziekelijk vet. Laten we even kijken in alle hoogtepunten uit mijn vakantie. Oh jongens, wie heeft dat er nou weer in geknipt? Ik heb een leuke vakantie gehad. Ik bedoel, ik heb met heel veel mensen zitten chillen. Potverdrie, wat vervel ik mij. Tijd om iemand te gaan bellen. Hallo, met Willem. Yo, kerel, met Bardo. Heb je zin om vandaag even... Is momenteel niet bereikbaar. Nou... Spreek een bericht in. Maar jongens, geloof me. Ik ben onwijs veel buiten geweest. Met onwijs veel vrienden. Ah, tof dat je me hebt uitgenodigd, man. Kerel, geen probleem. Het is lekker weer. Lekker tijd voor een picknick, toch? Ja, toch bedankt, man. Ik heb het eten bij me. Er wordt echt lachen vandaag. Ja, hé... Kerel, geen probleem man. Je bent zo populair. Je hebt altijd wel iets te doen, jij. Oké, ik begin wel echt onwijs eenzaam te lijken. Maar ik heb me nooit zo gevoeld in de vakantie. Oké, laten we doorgaan. En bij vakantie hoort natuurlijk ook een beetje zon, zee, strand. En geloof mij, ik ga nooit meer aan het strand liggen. Oh mijn god, er ligt daar een walvis. Iedereen, duw hem terug de zee in. Nee, ik ben het zonne. Nee. Oké, weet je wat? Mijn vakantie was gewoon compleet kut. Ik heb eenzaam thuis weg zitten kwijlen. Ik verveelde me de tyfus. En dan komt zelfs bij iedereen je moeder een keer naar je toe. Bardo, zoek eens een baan! En natuurlijk heb ik heel veel nagedacht over leuke baantjes. Vanaf vakken vullen tot aan zakken vullen. Alleen, ik kan geen baan vinden door YouTube. Ik ben bijvoorbeeld een huizenverkoper geweest. Nou kijk, en hier houdt het feest nog niet op. U moet eens kijken naar het prachtige uitzicht. U doet het raam open en u geniet van... Bardo, je filmpjes zijn kut! Ja, laten we doorgaan. En door YouTube ga ik nooit een baan vinden. Dus als eerste een eenzame vakantie. Als tweede geen uitzicht op de toekomst. En als derde overgewicht. Jongens, mijn leven is compleet naar de tyfus. Maar toen kwam in één keer iemand naar me toe en die zei tegen mij... Bardo, jij moet op tv komen. Snap je hem? Op tv komen? Ja. Even serieus, ik doe mee aan een tv-programma. En dan moet je niet denken aan Boer Zoek Vrouw of zo, want... Die wil niet weten hoe ik dat zou doen. Hallo vroekers van Nederland, ik ben Boer Bardo en ik voel me een koe die gemolken moet worden. Heb jij zin om deze koe even flink aan zijn uurs te trekken? Kom dan lekker langs. Ik doe mee aan een tof tv-programma. Wat ik zelf ga presenteren. Met Thomas Smachten van Thomas Balhaar. Ja. Leuk. En nu ik tv-presentator ben, betekent dat dus ook dat ik stop met YouTube, dikke lul. Oei, wat een leven zeg. Oh, mooi. Hey, nee, natuurlijk niet mensen, ik stop niet met YouTube. Dat betekent dat ik met heel veel beroemdheden ben omgegaan. Ik ben bijvoorbeeld beste vrienden geworden met Henny Huisman. Wat mij betreft, ze hebben even net zoveel recht als Oké, jongens, ik heb een spelletje verzonnen. Wie wil er meedoen? Ja, top. Oké, het spelletje heet, doe je hand in de lucht als je tv-programma hebt. 3, 2, 1. Kut. In ieder geval mensen. Het tv-programma heet dus hashtag kansloos. Het is vanaf 25 september te zien om 12 uur s'nachts op Veronica. En even serieus, al jouw internethelden zitten erin. Gino Pietermeij, Kakiel, Kim Holland, Banjo Movies, Teumes. En ga zo maar door. Alle vette internethelden zitten in het programma. Het enige wat ik dus nu heb geroepen is dat ik een baan heb gevonden. Nou ja, goed genoeg. Ik check jullie later. Yo, what up gasten? Welkom bij de Eindvlog. Wat is dit volkomen zinloos als ik dit doe? Ik draag dezelfde kleren, ik heb alleen de camera 5 meter verplaatst naar buiten. Geef vooral een groen duimpje. Want vanaf nu krijg jij dus een dubbele dosis Banjo Movies. Ik ga heel veel uploaden als jij een groen duimpje geeft. En vergeet vooral niet te abonneren op mijn doe je hierboven. En dan ben je altijd up-to-date met mijn leven. Want oh mijn god, wat is mijn leven boeiend. En daar houdt het niet op. Stuur deze video door naar al je vrienden. Via Hive, Twitter, Facebook, MySpace en de rest van die hele kutzooi op internet. Je kent toch wel al die sites waarbij je dingen kan doorsturen. Doe het gewoon. Je ziet helemaal bovenaan een linkje. Rechtermuisknop op het linkje. Kopiëren. En plak hem naar iemand anders. Zet er gewoon bij, oh kijk dit een lekker wijf. En als hij erop heeft geklikt, dan weet jij dat het een viespeuk is. Of stuur hem gewoon door naar iedereen die ook een cijfervakantie heeft gehad. Na deze geweldige video komt ook een keer een moment dat ik doei moet zeggen. Maar eerst gaan we dansen. Bedankt voor het delen, het groene duimpje en het abonneren. En gasten, ik check jullie later.